Technologie kan leerlingen helpen leren. Denk bijvoorbeeld dus aan een iPad, een device met eindeloze mogelijkheden. Maar hoe werkt het eigenlijk? Mijn naam is Eveline en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met de tekstverwerkers-app Pages een gaaf werkstuk kunt maken. Werkstukken kun je op allerlei manieren maken. Maar wil je de lezer boeien? Maak dan iets dat leuk is om naar te kijken. Met Pages kan je gelukkig veel meer maken dan alleen een tekstdocument met afbeeldingen. Tik in Pages op het plusje bovenin en kies een schabloon. Tik op de tekstvlakken en vul het schabloon met de informatie die je wilt delen. Tik op het plusje om een foto in te voegen die op je iPad staat. Wil je ook iets inspreken? Ga dan naar het plusje in de witte balk. Kies daar voor de optie Neem audio op. Utrecht heeft de grootste fietsenstalling ter wereld. Wil je ook een filmpje van YouTube invoegen? Ga dan weer naar het plusje in de witte balk. En kies daar voor webvideo. Plak hier dan de link naar jouw YouTube filmpje. Het filmpje verschijnt in jouw schabloon. Is jouw werkstuk klaar? Dan kan je het delen met je leerkracht. Wil je meer weten over het gebruik van de iPad in jouw klas? Lees dan verder op de website van de Rolfgroep.